We gaan vanmorgen praten met Irshad Fateh Mohammed. Ja, hij is van de NPS, want elke eerste vrijdag van elke nieuwe maand organiseert deze partij een discussieavond over belangrijke vraagstukken die zich afspelen binnen de samenleving. En voor aanstaande vrijdag gaat de NPS discussiëren over de veiligheid in Suriname. Want als we kijken naar de cijfers en we ook luisteren naar de berichten, of we lezen ook de berichten, dan zien wij dat het veiligheidsgevoel nog niet is teruggekeerd. Mensen worden nog elke dag beroofd in hun huizen. Terwijl de meisribi, abani, brokken go in de sma, also go roof, go furu. En ze hebben een stevige panel. En meneer Fateh Mohammed gaat vanavond uitleg geven over waarom u moet participeren aan deze discussie. Goedemorgen en welkom. Heer Clayton, kijkers, luisteraars, ook van mijn kant van harte goedemorgen. Ja, goed weekend gehad. Goed weekend gehad. Ja, als u net naar me hebt geluisterd, heb ik aangegeven dat het IMF vrijdag een invoersessie had. En ze hebben aangegeven, Asane Lukumoy, na 24 denken ze dat Suriname nog steeds hulp zal moeten krijgen vanuit het buitenland om in feite uit de crisis te komen. Of moeten wij dan een structurele aanpassingsprogramma gaan opzetten, zoals hoe dat wij dat hebben gekend ja, van de NPS. In de periode van de heer Venetiaan. Ja, als u zo naar deze informatie luistert, wat gaat u nu om als NPS'er? Nou, laat me op de eerste plaats zeggen dat ik het jammer vind dat het zover moet komen. U heeft het zelf gezegd dat wij nader zullen worden geïnformeerd vanwege het IMF. We zullen die details verder afwachten, maar nogmaals laat me zeggen dat ik het heel erg jammer vind dat het zover moest komen, omdat wij allemaal ons ervan bewust zijn dat sinds IMF kon er constant maatregelen worden getroffen, maatregelen worden genomen. En niet dat wij zeggen dat de maatregel dat nom kon, maar we hebben steeds weer te kennen gegeven met wij bedoel ik niet alleen de NPS, maar ook de samenleving, deskundigen die in een samenleving, die een move, minder een volk, hebben constant aangegeven dat er verkeerde prioriteiten worden gesteld door de regering. If je lukt, de besluit is dat ik no de je ziet dat in feite ik kan dat gewoon grof hoe dat money is vermors. En als je dus dat ziet gebeuren, als kind van dit land, dan zal het je niet verwonderen dat de smaf door de zee zoals die IMF, de Lucas situatie. Ten eerste, je alleen maar niet denkbaar. Er zijn onderhandelingen geweest. Ja. En als je ziet dat inbreken dat de smaf dat na next maand kan gaan doen. De smaf alleen je money. Er zijn duidelijke afspraken. Dat je euro door je abif paya money baka. Klopt. Ze gaan je waarschijnlijk hintjes geven. Wat ze de afgelopen periode ook hebben gedaan. Periodiek worden rapportages uitgebracht. Maar als jullie regering naba in zich voelt dat dat is wat verkeerd, hier moet ik bijstellen, daar moet ik bijstellen. En erger nog, als jullie regering naar je ziet volk aan de tradeskundigen die dienen samenleving, dan is het jammer dat door handelingen van jouzelf als regering, dat het volk de dupe van zal moeten worden. Nou, die afvolk hebben boentrangakba. Ja, u praat over verspilling van de middelen. Waarom zegt u dat? Kijk, hoe wordt er Er zijn tig voorbeelden die ik kan noemen. Zoals? Maar ik ook begin aan de hot item voor tegenwoordig. Ja. Zeer recent. Terwijl ik aan money die spend voor brokken bouwwerk dat ben dat ook voor Johan Adolf Pengelstraat aan de Gemiddelandsweg. Ik bedoel van, if you sabta kasan no boom. Je kunt onderbouwen tak om een deskundige tak kasan no boom. Het heeft al die jaren daar gestaan. Het heeft niemand gehinderd. Nono de Teweluku Weshi Takskoutu. Waar zien wij Takskoutu na een onderdak? Alla president maar een onderdak. Bovendien is de situatie in het land van dien aard dat iedereen verwacht Takskoutu is don't have one stoere gewoon, maar dat de patrouilleur naar de poepassie. En ik zeg ook dat ze een hoofdkantoor moeten hebben, maar een hoofdkantoor staat er op Nono de. Heeft al die jaren nog gefunctioneerd. Waarom niet nog een paar jaren doorbijten in plaats van dat geld te gaan verspillen voor brokkenbouwwerk? Dat is één. Twee,
We zien ook dat, ondanks alle kritieken vanuit de samenleving, abou van je vergaderzaal voor DNA, dat je een vergaderzaal nono de PE-vergader. Ja. Alle belangrijk besluit is ik dat. En ook toen de waardeloos besluit is ik dat. Komt dat in zo. Wat is de noodzaak dat je op dit moment geld moet gaan uitgeven om koet nog binnen jouw regeertermijn een nieuwe vergaderzaal daar neer te zetten? Nou, moet niet verspild, terwijl ik de situatie in Akondre. Afveiligheidssituatie. Niet alleen afveiligheidssituatie, maar ook de gezondheidssituatie. Ja. Waarbij wij steeds weer zien dat geneesmiddelen moeilijker verkrijgbaar zijn. We zien dat de morfine wang de luka klapper naar in de apotheek. Je ziet dat elke keer weer de opa klapper het aantal middelen, geneesmiddelen dat daarin is opgenomen, dat steeds minder wordt. Toepa draai je hier een vereniging voor de apotheker. Harnabel, het is een precaire situatie voor wat betreft de voorziening, die aanvulling van medicamenten op reguliere basis. Dat ook van alle kanten hapert. Dan vind ik de miljoenen zijn je gespenden voor zaken die al jaren daar staan en geen doorn in het oog zijn van het volk. Dan moet je gespenden money daarbij, terwijl er andere prioriteiten zijn om het volk te helpen. Met de noden waarmee we zitten. Dat is soms misreef niet journalist, niet begrijp bepaalde zaken, want Umbe Abi, president voor India, dat bezoek. En ter gelegenheid van dat bezoek zijn er overeenkomsten getekend, waarbij er ook een overeenkomst was getekend voor wat betreft geneesmiddelenvoorziening. En minister Amaramadeen betekent mitaki de makis om een medicatie en aan medicatie bo prati, waardoor voor een aantal mong medicatie voorziening bode. Dus if meer de zaal is nou, dan mim actie minister vast donang a prati voor de medicatie. Maar NPS, daarom NPS is volg Hassan Boom tapafeld. Juist. En NPS takino, a veiligheid in Suriname. Hoe gaan wij de veiligheid in Suriname moeten bevorderen? En dan hebben jullie als inleider, kom loeken even, Oerukorpschef. Ja, Abi, welbekende meneer Melvin Linskeer en ook Jerry Slenkaart. Waarom hebben jullie gekozen voor deze topmannen? Lukt het de situatie naar Inakondre, dan is het duidelijk dat je voor dit onderwerp echt deskundigen voor nodig hebt. Ja. Mensen van wie je weet dat ze al die tijd hun analyses erop hebben losgegooid. En dat ze samen met jou de nodige oplossingsmodellen kunnen vinden. Yusuf tak in haar inleiding tak tidena di te waka astraat die in de voer veilig moro. Je waka gwa bushalte sma e berovi. En lau beroving e vinden plaats er. Une tak bigi moni no nude. Na, so lees je si tak sma e beroof de senioren burger voor net maar een 100 of een 200 SRD. In sommige gevallen voor maar een telefoon. Want de oru Nokia telefoon aan de wandati. Je voelt je niet meer veilig in berekend dat Akondre Epina zodanig alles maar is schwitty no no de om alleen maar brood op tafel te kunnen leggen. Dan kwam nog bovenop kijken dat te uweriva de, te egwa oso te uwan sribi, te dorof is apport, sma e jompo mopo uit wan wagi e beroof you. Te dina oso a winsi ab die vereiser, net die sribi, je wordt gewoon in je slaap overrompeld. Bedrijven worden gewoon toepadrayeshitak bedrijf worden beroofd van hun bezittingen. Dingen die wij nooit hebben gekend in dit land als kleine samenleving. En dat vind ik heel erg. Dat awin sot yurufa di yeshitak sma e reklem geld transport wagi sma e sutrawang te yulek burger de ina uitgangscentrum te dit apapasi et chelewam chinso. Voor licht die idee. Je ziet ook wat je rijpsa, maar is zo tap trouwens gewoon. Jongeren, van wie wij zeggen dat ze de toekomst zijn van dit land. En de NPS heeft ook steeds weer geprobeerd te investeren in jongeren middels educatie. Dan denken we ook aan educatie brengen naar het binnenland. Ja. Dat je ziet ook de afgelopen periode, zeker de afgelopen 5 jaar, wij in een zodanige financieel-economische situatie zijn geraakt. Dat armoede nemen toe. En daarmee zien we dus ook die criminaliteit stijgen.
Ja. Het neemt zulke grove vormen aan waarbij bijna elke roofoverval op een gewapende wijze geschiet. Per unetak abra pchinefi of de wandat, maar zware machines die gebruikt worden. Ja, 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 ja. Je ziet dat kinderen zich niet meer veilig voelen en toepadra je leest in een krantie toe. You know, een media man toe, je leest in een krantie toe. Yusuf heeft pot in een krantie toe dat kinderen die op school waarschijnlijk op de bus wachten om naar huis te gaan. Of kinderen die vanuit de bus uitstappen. Klopt, klopt. Voor waskoren, worden beroofd. Ze maken frustrerend naar Kondre. Ja, want meer heb chim chim boy, naar een blauw uniform, ja, thuisvuurwapen. Juist. Askoro jari is nauwelijks askoro jari opo. Je ziet dat dat toeskoro, tenminste toeskoro, verdiep sagba. En net wat u ook zegt. Het is jammer, het is triest. Tak de scoropching van uno milo ping lagere schoolsrevi milis to tak of mi miere to milis na garanti tak lagere school wan boy voor vierde klas of vijfde klas e pur nefi e wan ching feti anga wan mide student e jukamang ne hondro bela het zijn dingen die niet kunnen en die we niet gekend hebben. Oké, ik neem op die meneer Amoxi, maar we te gaan maar toe verleden hun tak na man en amataki. Heeft zijn plan klaar, maar de staat maakt geen middelen vrij om de plannen uit te voeren. Dus NPS, ik had een mooie discussieavond, maar ik denk dat aan het eind komen we weer op dit punt financiële middelen die vrijgemaakt moeten worden. Goed, over een veiligheidsplan gesproken, komt budget tegen dat ik tenminste een jaar lang, if aan het toejaarigba. Constant weer dat vergaderingen horen, veiligheidsinstituten die bij elkaar komen, is dan een minister in mek om een planning. En let wel, na bijna 2 jaar ik bouweer dat ik een veiligheidsplan de. Na bijna 2 jaar ik bouweer dat ik actie al hoor naar Tapustrati. Daar kom ik straks op. En tot onze verbazing als samenleving, wanneer we zien dat de criminaliteit toch nog blijft toenemen, worden wij geconfronteerd, eigenlijk gechoqueerd met een mededeling vanuit de regering dat we een veiligheidsplan hebben. No dus al die tijd naar Libe Liga volk, naar Koribe Kora volk. Ja. Je deed gewoon niks. En wanneer je dus nu weer op de proppen komt... Lehebib Chisa, de Kora volk. Daarom ik corrigeer me dat je Kora volk. Ja. En dan, wanneer je nu op de proppen komt met de mededeling, wederom dat je een veiligheidsplan kom ik ushi. Kom shit dat je doet na tapustrati, ja bevolking, in afzoru san na de detail na in af veiligheidsplan. Maar zor unu tak inderdaad na handel je handel tak wil ik samenleven, maar fieri, om man shit tak ai werkelijk want pchin veiligheid eko ina kondre baka. Okay. En over de financiële middelen gesproken. Ja, tot slot. Die jangan mi betak zo net, mi betek ik batak, usap tak a regering is stel verkeerde prioriteit. Wanneer de minister, waar hij als minister dus ook deel uitmaakt van die regering, is die dat er geen financiële middelen worden vrijgemaakt voor de aanschaf van het nodig materiaal, dan is hij, geeft hij het duidelijk bewijs en bevestigt hij ook dat zijn regering verkeerde prioriteiten stelt. Want, laten we niet vergeten, dat sinds IMF kon om een verzwarende belastingmaatregel te treffen, ja. Allerlei subsidies die zijn afgeschaft. Mooier nog, subsidies die nog zullen worden afgeschaft in de komende periode. Ja. Andere verzwarende belastingsmaatregelen die moeten komen. In de inleiding, Ibetak Abra Afakwanto, ABTW Tori. Al die zaken die nog moeten komen. Die hebben, maar de maatregelen die er al zijn, die hebben ervoor gezorgd dat er miljarden aan SRD's binnen zijn gestroomd. Waar zijn die SRD's gebleven? Want if je bij ab, want boem ati, ga volk. Ibo investeren money dat na in een garantie van veiligheid, na in een garantie van medicamenten voorziening. Mooi Tori. Vrijdag, hoe laat en waar? Vrijdag om 7 uur 's avonds op Grondjari aan de Johan Adolf Pengelstraat nummer 77. En ieder is welkom. Usap zou we 4-0 de qua veiligheid. Misap tak jullie samenleving. Joma liever een wezenlijke bijdrage tak ook kan komen tot een oplossing of enkele oplossingsmodellen. Dus ieder die denkt dat zij een bijdrage kunnen leveren. U bent welkom. En ook al wilt u alleen maar komen luisteren. Want na unu belang lek kondreman me actie u, voor kong, voor Archie. En daar waar u kunt meehelpen om mee te helpen.